namens de familie van hartelijk welkom. Het overlijden van onze broeder Jan Purmer heeft ons hier bijeengebracht. Wij willen zijn naam gedenken. Met elkaar en voor Gods aangezicht. U mag zo meteen gaan zitten en vervolgens willen we luisteren naar een cd waarin ook Jan zelf gezongen heeft. Het lied Hoe groot zijt gij? U mag gaan zitten.
Laten we in stilte ons hart richten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In deze nacht van Goede Vrijdag, maar ook van het verlies, mogen we ook het kaars ontsteken. En daarvoor wil ik vragen of Mira naar voren komt om je kaars bij je opa te ontsteken. Ja. Meestal ligt er een... Ligt aan de andere kant. Goed zo. Heer, wees ons nabij. En laat uw licht ontsteken in onze nacht. We willen samen het lied zingen met elkaar. Genade zo oneindig groot.
lieve familie. Afgelopen week hebben we heel wat mooie herinneringen opgehaald. Van uw man, vader, schoonvader, opa. En vandaag mogen we dat weer doen. We willen Jan, broeder Jan, vader, man, gedenken samen. Hoe hij was, hoe hij leefde. En daartoe wil ik allereerst het woord geven aan Reini. En vervolgens komen Bente en oma Jaap om iets te delen. Lieve Johan, Fred, Arjan, Leo, Allison, Lidie, Gerdine, Bente, Tenko, Ginty, Daniek en Veerle, Mira, Jasmijn. Ik wil jullie op dit moment eigenlijk eerst zeggen hoe geweldig trots ik op jullie ben. We hebben zulke bijzondere dagen met elkaar meegemaakt. Het was gewoon zo goed om bij elkaar te zijn. En jullie waren er voor pa, jullie zijn er voor mij. Het heeft me zo enorm bemoedigd en het betekent zoveel voor me om zo met elkaar om te gaan. Lieve familie Purmer, lieve familie Groen, vrienden, buren, kennissen, dank u wel dat jullie hier zijn om dit mee te maken met ons. En ik wil echt ook zeggen, het is een voorrecht om hier te staan en iets te vertellen over het leven van Jan. En ik wil zeggen dat ondanks het verdriet en het gemis wat zeker gaat komen, sta ik hier in grote dankbaarheid. Dat is alles wat ik eigenlijk ervaar op dit moment. God heeft Jan thuis gehaald voordat het allemaal veel te moeilijk voor hem zou worden. En hij was zo onafhankelijk dat hulpvragen niet in zijn woordenboek stond. Want hij hielp liever andere mensen. En tot het einde toe heeft hij alles zelf kunnen doen. Dus het is zo mooi op tijd allemaal. Jan Purmer. Geboren in Alkmaar, in een gezin met 5 jongens en 2 meisjes. En toen ik Jan leerde kennen, woonde ze aan de Westdijk in Alkmaar, waar vader Purmer een tuindersbedrijf had. Eerst alleen koude grond, later met kassen erbij. En samen met de oudste broer Wim werkte Jan bij zijn vader. Jan had er een paar koeien bij, dat kon toen nog. Maar het was niet haalbaar voor 3 gezinnen om daarvan te leven. Dus Jan heeft ze laten omscholen tot machinebankwerker. We leerden elkaar kennen op een jeugdweekend van de CJV, de Christelijke Jongerenvereniging. Waar de clubs uit Heilo, Alkmaar, Sint Pancras en Broek op Lange Dijk bij elkaar kwamen. En elk jaar ontstonden daar nieuwe stelletjes die verkering kregen met elkaar. En in het jaar 1962 kregen Jan en ik zo verkering. Omdat het ook toen moeilijk was om een huis te krijgen, hadden we 4 jaar verkering. Maar we trouwden op 30 december 1966 en we woonden eerst 10 maanden in een omgebouwde bus op het erf bij vader Purmer. Maar een jaar later hadden we een eigen huis gekocht aan de Frieseweg in Alkmaar. En daar werden vrij snel achter elkaar 4 zonen, 4 kanjers, geboren. Het huis werd wat klein. En van een oom en tante hier in Broek op Lange Dijk, die toen naar het Majorenplantsoen gingen verhuizen, hebben we hun huis gekocht aan de Dorpsstraat 111. Het huis in Alkmaar was net helemaal verbouwd, was net helemaal klaar. Het huis in Broek op Lange Dijk van rond de 1920 moest ook helemaal verbouwd worden. Maar Jan was een man met 2 rechterhanden en 2 rechtervoeten volgens mij ook nog. De firma Vroegop heeft het grote werk gedaan en Jan heeft over meerdere jaren alles zelf verder opgeknapt. Ik heb een boek thuis en dat heet De 5 talen van de liefde. En de liefdestaal van Jan was klussen. Ik heb wel eens gezegd, een dag niet geklust is een dag niet geleefd. Maar het werd een prachtige woonplek, mooi huis, bootje achter het huis, lekker zwemmen in het Oosterdijlgebied. Ook een grote schuur om te klussen. Geweldig. En ik moet zeggen, onze 4 jongens hebben het klussen van hun vader meegekregen. En alle 4 verbouwden ze hun huis. En ook kleinzoon Tenko is al aardig aan het klussen
en heel handig met gereedschap. Het grootste deel van Jan zijn werkzame leven heeft hij bij de GasUnie gewerkt. Een beste baan, erg veel vrijheid, geen baas die op zijn handen staat te kijken. En met de auto door heel Noord-Holland heen vond hij overal goedkope adresjes, stalletjes langs de weg. Hij wist overal waar hij goedkoop de dingen kon halen en kwam dus ook regelmatig met koopjes thuis. In 2000 is Jan gepensioneerd en het eerste wat we deden was 3 weken naar Canada, waar Fred op dat moment een bijbelschool volgde. Lidie was daar ook medestudente. Een mooie tijd volgde. De jongens kregen hun eigen leven, hun eigen gezinnen. En voor ons brak een tijd aan van reizen, vliegreizen, weg met de caravan en de boot. Gewoon een paar dagen naar het Alkmaardermeer of zo. Heerlijk. Dat reizen bracht ons ook naar de Oekraïne. Onze vriend Henk vroeg Jan of hij mee wilde helpen een bakkerij in de Zaanstreek te demonteren en om die later op te bouwen in Novofolinsk in Oekraïne, niet heel erg ver van de Poolse grens. Jan wilde wel meehelpen, maar zei hij, ik ga vast niet naar de Oekraïne. Hij is er 9 keer geweest. Zelfs 3 keer met de vrachtwagen van de firma van der Herik om hulpgoederen weg te brengen. In zijn geloofsleven heeft Jan het niet gemakkelijk gehad. Als beleidend lid van de hervormde kerk hield hij van de structuur van de kerk. En het was voor hem erg moeilijk dat zijn eigen vrouw overstapte naar de Pinkstergemeente. En later ook een paar zonen. Allemaal lieten ze zich dopen en dat begreep hij niet. We waren toch allemaal gedoopt? Hij wilde niet met ons mee, maar alleen in de kerk zitten vond hij ook niks. Daar kwam later de Parkinson bij, waardoor hij ook niet lekker op de banken zat en de handen erg begonnen te trillen. Dus hij bleef op een gegeven ogenblik thuis. Door de coronatijd was de livestream daar en heeft hij weer trouw elke zondag de dienst bekeken. In de gezinnetjes werden ondertussen onze kleinkinderen geboren. 7 totaal, 6 kleindochters en 1 kleinzoon. Hij genoot er heel erg van, vooral van het spelletjes doen. Damme heeft er tot het einde toe van ze gewonnen. Hé, Bente? En met Zwarte Pieten rolden de tranen van het lachen over onze wangen. Want hij kon nooit zijn gezicht in bedwang houden als iemand de Zwarte Piet bij hem vandaan trok. Kostbaar om aan terug te denken. In 2009 kreeg Jan de diagnose Parkinson. Wat een grote stempel op zijn en op mijn leven legde. En door de jaren heen kwam er steeds meer ongemak en pijn. Toen werd het 7 april. Jan was gevallen in de badkamer en klaagde over een raar hoofd. De dokter kwam langs en regelde een ambulance om naar het ziekenhuis te gaan. Lopen ging niet meer. En in slechts 4 dagen stierf hij zondagavond 10 april. We hebben als gezin bij hem gewaakt. En bijzondere dingen, bijzonder mooie tijd met elkaar doorgemaakt. Er was eenheid, er was liefde, er was warmte. Een paar dagen was Jan erg onrustig en verward, maar ook bij hem kwam vrede. En we hebben zo Gods nabijheid ervaren daar. En toen dominee zaterdag bij ons was, hebben we met elkaar gezongen. Lichtstad met de paarle poorten en vaste rots van mijn behoud. En Jan, die niet meer spreken kon, woorden hem eigenlijk duidelijk amen zeggen. Nog 1 dag was hij bij ons, maar niet meer aanspreekbaar. En langzaam ging het naar het einde. En met een zucht werden de lijnen op de monitor een rechte streep. Jan is thuis, bij onze hemelse Vader, en mag genieten van zijn heerlijkheid. Hij is ons voorgegaan, en ik weet dat we elkaar gaan terugzien. Maar nu, verder zonder Jan, terwijl alles om me heen Jan ademt en verwijst naar hem. En ik denk dan, bij ons en bij iedereen zijn ook dingen die niet leuk zijn in het leven. Maar ik denk van de moeilijke dingen gaan de scherpe kantjes van af. En ik denk dat de mooie dingen nog mooier gaan worden. Want dierbare herinneringen zijn blijvend. Een van mijn lievelingspsalmen is Psalm 68, vers 20. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is mijn heil. Hij geeft kracht om door te gaan.
en zelfs met vreugde door te gaan, dwars door alle tranen heen. En ik ben overweldigd door zijn liefde en genade en sta hier in grote dankbaarheid. Jan is gestorven op Palmzondag, de dag dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenrijdt en huilt over de stad, omdat ze niet opmerken dat God naar ze omkeek en niet begrepen wat hun tot vrede brengt. De ter aardestelling is vandaag op Goede Vrijdag, de dag dat de Heer Jezus stierf aan het kruis en de prijs betaalde voor al onze zonden. Hij maakte de weg vrij om zo naar de Vader te kunnen gaan. Zondag vieren we het paasfeest, het feest van de opstanding. Wij hier, Jan daar, in de volmaaktheid van de hemel, bij hem die zoveel van Jan en van ons allemaal houdt. Jan Purmer, gekend door God, geliefd door hem, in hem geborgen. Amen. Lieve opa, wanneer ik aan u denk, zou ik wel een heel boek kunnen schrijven. Over hoe lief u bent geweest voor ons, over de spelletjes die we altijd speelden en over de gekkigheid waar u zo van hield. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan mijn opa, die van allerlei lekkere dingen hield. Met een pet of muts altijd te herkennen was. En sandalen met sokken niet gek, maar lekker warm waren. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan die ene keer dat ik gewoon heb met dammen. En aan alle andere keren dat ik hier niet eens bij in de buurt kwam. U was mij altijd voor en begon te glunderen wanneer u wist dat u ging winnen. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan alle jaren dat wij samen mosselen hebben gegeten. 1 keer in het jaar mosselen eten met opa, daar keek ik graag naar uit. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de meidenmiddag waarop wij u een gezichtmasker mochten geven. En ja, dat waren 2 pakjes, want we konden het hele hoofd bedekken. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de keer dat we aan het Zwarte Pieten waren bij oma Leo. Waarbij u tranen in uw ogen had toen oma de Zwarte Piet pakte. Waardoor iedereen wist wie de Zwarte Piet had. We hebben ontzettend gelachen. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de paal van de waslijn. Die heeft het zwaar te voortduren gehad. Wij vonden het geweldig om daaraan heen en weer te zwaaien samen met opa. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de keer dat we buiten in de zon zaten. En u mij heeft geleerd hoe je een digitale klok moest lezen. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de keer dat er flink sneeuw lag en ik het niet kon laten u in te peperen. Rondjes rennen om de auto die op het pad stonden, in de hoop dat ik deze niet terug in mijn nek zou krijgen. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan alle tentjes en torens die we hebben gebouwd in de speelkamer. Van kasteel tot boerderij, we hebben heel wat uren gestopt in het bouwen hiervan. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de liefde die u had voor uw kippetjes. Na een tijd geen kippen meer gehad te hebben, werd het toch wel weer eens tijd. En toen de kans zich voordeed om aan nieuwe kippetjes te komen, heeft u deze ook zeker aangepakt. Oma was van niks, wist van niks en was verbaasd toen ze thuis kwam, maar kon er gelukkig om lachen. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de keren dat wij met z'n allen bij u gelogeerd hebben. 'S Ochtends vroeg op om voor de televisie te sporten. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de broodjes à la opa, die wij zo ontzettend lekker vinden. En nee opa, ik zal dit zomaar niet aan iemand doorgeven. Maar wat zullen we hier nog vaak van genieten? Wanneer ik aan u denk, denk ik aan samen bramen plukken. U heeft ons geleerd wanneer ze rijp genoeg zijn. En was je te gretig, dan had je een zure. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan de keren dat wij met op de boot op stap zijn geweest. Heerlijk in de zon op de boot en zwemmen in de Noorderplas. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan een liefdevolle echtgenoot, een trotse vader en opa. Die het heerlijk vond om erbij te zijn en te genieten van alle aanwezigen. Wanneer ik aan u denk, denk ik aan mijn sterke opa, die alles kon. Lieve opa, wanneer ik aan u denk, weet ik dat ik u ontzettend ga missen. Opa, we houden van u.
Reinie, Johan, Ellison, Fred, Lidi, Arjan en Gerdien, Leo, kleinkinderen, familie en vrienden. 6 april 2022, ik vierde mijn verjaardag. Het kon weer gevierd worden, na een lange periode van het coronatijdperk. We zaten in de aloude familiekring en realiseerden ons toen nog niet dat de volgende dag er heel anders uit zou gaan zien, door het overlijden van Jan een paar dagen later. Tijdens mijn verjaardag genoot Jan zichtbaar van de gezelligheid en de aanwezigheid van een aantal familieleden. Niet dat hij dat mondeling liet weten, maar je kon het zien in de twinkeling van zijn ogen. Sprak boekdelen. Overigens genoten we ook van hem. We wisten al jaren dat hij kwetsbaar was door de ziekte van Parkinson, die tot vele beperkingen voor hem heeft geleid. En dan valt het je extra op als hij zit te genieten en je hoort hem spreken, bijvoorbeeld over de geplande reis naar Portugal. Inmiddels heeft de reis van Jan een andere bestemming gekregen. Het bestaan op aarde is niet meer. De volkomen overgave was daar. We waren op het overlijden van Jan niet voorbereid. En hoe verstandelijk we het ook kunnen zeggen dat we er vrede mee kunnen hebben, het loslaten blijft gevoelsmatig een groot verlies, een groot moment van verdriet en verbinding. Waarbij geldt dat ons verdriet en verbinding in de schaduw staat met datgene wat Reinie en de kinderen nu meemaken. De innerlijke verbinding is daar omdat we afscheid nemen van iemand die klaar stond voor anderen. Groot was in doorzettingsvermogen, maar vooral een trotse vader. Een warme broer was waarop je kon rekenen. Alle lof dat hij geen klager was. En ondanks zijn beperkingen zijn klussen in en om het huis voortzetten. Jan was in mijn ogen een echte familieman. Hij wilde graag dat je bij hem kwam en genoot van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was dankbaar en trots op zijn jongens. Ondanks de gebruikelijke woordenwisselingen die binnen generatieverschillen kunnen ontstaan. Jan was ook groot in zijn rechtvaardigheidsgevoel. Als je dacht dat je gelijk had, was het echter niet gemakkelijk om dat ook te krijgen. Hij was rechtlijnig en hij maakte het zichzelf niet altijd even gemakkelijk. En de onmacht werd dan soms ook wel innerlijke boosheid. We kennen allemaal de voorbeelden. De discussie met openbaar werken in Alkmaar, een tijd terug. De discussie met de wethouder in Broek op Langendijk. Of de discussie met de eigenaar van het naastgelegen appartement. Het was lastig om Jan hiervan af te helpen. Jan was geen prater. Hij sprak altijd staccato en zijn mening kwam dan vaak extra duidelijk over. Politieke sensitiviteit was bij Jan onbekend. Daar hield hij niet van. Hij was zeker niet bang om iets te zeggen of iets te doen. En had een grote mate van lef. De foto's ook al gezien en Reinie heeft het ook al gezegd. Als chauffeur reed hij in een vrachtauto van de firma van de Herik met bakkerijonderdelen naar Oekraïne. Jan deed dat gewoon, in het belang van de ander. Hij was ook ontzettend handig. Wat zijn ogen zagen, werd door zijn handen uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld is dat hij jullie huis in Broek op Langendijk omtoverde tot een prachtig ruim familiehuis voor jou, Reinie, en voor de kinderen. Tijdens zijn afscheid bij de GasUnie, tijd terug, heb ik destijds ook de gelegenheid gehad om een paar woorden tot Jan te richten. Ik typeerde hem als een buitengewoon groot vakman met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De directie van de GasUnie beaamde dit volkomen. Maar niet alleen omdat hij een vakman was, hij stond altijd klaar, nam zijn verantwoordelijkheid en werd gewaardeerd om wie hij was als persoon. Ook door de collega's werd hij mijns inziens op handen gedragen. Ik merkte dat op de vele klaverjasdrives bij de GasUnie die we samen bezochten. Overigens gingen we wel met veel prijzen elke keer naar huis. Zoals gezegd zouden we in mei als 4 broers weer naar Portugal gaan. We keken er naar uit. Zelf vond ik het heel belangrijk om Jan wederom een paar dagen mee te kunnen maken in een ontspannen omgeving. De eerste reis in 2002 was een bijzonder spektakel.
waarin we in een korte tijd met veel activiteiten het project Verwarming Zwembad hebben gerealiseerd. Jan, die toch organisatorisch best wel wat gewend was, dacht toen in het begin, wat moet dit worden? Maar de permapower werd ingezet en Jan genoot ontzettend van het resultaat. En hij genoot nog meer van de korte wandeling in de middag en in de avond praten over wat het leven inhoudt. Met dezelfde broers hebben we in 2017 een vijver gerealiseerd. Jan was toen meer inspecteur en toezichthouder. Parkinson hield hem in die tijd al in de greep. Maar net als in de eerste reis waren de avonden bijzonder gezellig en inhoudsvol. Jan deelde zijn ervaringen over zijn ouders met ons als broers en vertelde over zijn leven op een open en vertrouwelijke wijze. Het was een warme manier om met elkaar op te trekken, naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. En Jan deed dat volop, hij genoot ervan. We moeten nog besluiten of de reis in mei doorgaat. Maar als de reis doorgaat, zullen we ter nagedachtenis van Jan en uit dankbaarheid, dat laatste zeker, een boom planten in onze tuin. Wat ik zeker niet weer verhullen, is dat Jan ook van lekker en veel eten hield. Op verjaardagen waar haring werd gepresenteerd, was Jan altijd een van de eerste die daarvan genoot. Ook bij buffetten viel het mij op dat de frequentie van langslopen bij Jan anders was dan bij anderen. Hij genoot ervan en hij had gelijk. Afgelopen zaterdag kwam ik in het Heilerbos Ellie Stoker tegen. Wel bekend in onze familie. Ik vertelde haar over de verdrietige toestand van Jan. Spontaan zei ze dat zij Jan herinnerde als iemand die altijd grappen maakte en dat zij zijn humor enorm waardeerde. Dat dit meer dan 50 jaar geleden gepasseerd is en dat iemand dat nu nog weet, is wel heel erg bijzonder. Dat moet een grote indruk gemaakt hebben. De humor van Jan is altijd gebleven. Uiteraard de laatste jaren minder door zijn ziekte, maar het is een prachtige kwaliteit om een bijdrage te leveren aan de verbinding binnen de familie en tussen vrienden. En volgens mij heeft Jan dit van onze vader in zijn DNA meegekregen. En er zal vast wel iemand in ons midden zijn die het ook weer door zal geven. Graag wil ik het volgende niet onbesproken laten, Reinie. Mijn respect gaat uit naar jou. Jij bent in de afgelopen jaren, Jan, ontzettend heb je hem bijgestaan. Op een hele goede wijze. Dit verantwoordelijkheidsgevoel typeerde je ook in de omgang met Jan. Je zorgde voor hem, maar je liet hem ook. Je stond naast hem, je stond voor hem en achter hem. En dat verdient enorm veel waardering en respect. Dank je wel daarvoor. Ik ben dankbaar dat Jan onderdeel is geweest van mijn leven. Hij is niet meer. Maar zijn gedachten, de herinneringen zullen doorleven in de onstoffelijke wereld. In onze eigen weg die we ook gaan. Dat de dankbaarheid, de pijn van verdriet mag veranderen in stille vreugde. Ik wens Reinie, kinderen, kleinkinderen, veel sterkte en voor de toekomst veel stille vreugde toe. In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke dag. Jan, rust in vrede. Dank. Mooie bijdragers allemaal. En we mogen nu luisteren naar een stuk wat Arjan ook gekozen heeft, wat organist Kees Balder zal spelen. Je hebt het niet doorgekregen. Psalm 134 is het. Thank you.
samen bidden. Almachtige God, u bent onze Vader. En die liefde die klinkt door de liederen heen. Op deze dag, die zo dubbel is. Als vreugde en diep verdriet bij elkaar liggen. Hetzelfde ligt ook in die dag als vandaag, Goede Vrijdag. Het diepe lijden, het diepe verdriet, maar ook de goede liefde, de vreugde die daarin ligt. Dat er al iets klinkt op Goede Vrijdag van het is volbracht. En zo willen we bij u komen met al onze gemengde gevoelens. Met pijn, verdriet, gemis. Maar ook met dankbaarheid. Dankbaarheid voor de mooie herinneringen, voor de mooie tijd. En wil u bidden, wilt u bij ons zijn in ons gemis. Wilt u het licht ontsteken in onze nacht. Zo vragen we dat u, wilt u zo komen met geest, uw Heilige Geest, dat we verlicht worden. Iets vinden van rust, vrede voor vandaag en morgen. Ja, voor de toekomst, voor elke dag. Zoals Jan Purmeraar ook mocht van getuigen. De familie. Vader God, zo bidden wij u om uw Heilige Geest. Dat u ons warm maakt. Waar het kil is. Dat u ons troost in ons verdriet. En bij ons bent in onze eenzaamheid. Zo dank u God en vragen we u. Om uw nabijheid, tot eer van uw naam. Amen. We willen met elkaar het geloof belijden en een lied zingen wat voor Jan heel veel betekende. Wat hij volgens mij noemde in een van de laatste gesprekken. Het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Ik nodig u uit om in uw hart te belijden wie onze God is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd en gestorven en begraven en is neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dag is hij opgestaan van de dood. En is hij opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En tot die tijd belijden wij. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van heiligen. De vergeving van zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.
willen zo lezen en luisteren naar overdenking. Vervolgens zingen we het lied wat we ook afgelopen week gezongen hebben bij het sterfbed. Lichtstad met uw palen poorten. Ik wil lezen uit Openbaring 21, vers 1 tot 7. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen komen wonen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van eeuwig water van leven. Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Nee, tot zover de schriftlezing. Lieve familie, vrienden, kennissen, broeders, zusters in Jezus Christus. Jan Purmer was iemand met weinig woorden. Maar met zijn hele lichaam kon hij veel zeggen. En hij was iemand die graag maakte, repareerde. En opvallend is dat eigenlijk dit stuk alles te maken heeft met maken. Openbaring 21. En dat is een tekst die we samen, die u uitgekozen heeft. Maar wat opvalt in dit stuk, dat eigenlijk alles gaat over maken, over nieuwe dingen. En eigenlijk is dat het hele leven geweest van Jan. Dingen die kapot waren, die niet meer klopten, die niet meer werkten, repareren. Met kosten en moeite. En een mooi voorbeeld daarvan was een bril. Hij had al Parkinson in hevige vorm. En eigenlijk zou dat niemand lukken. Maar het was hem misschien ook te trots om het aan iemand anders te laten doen. Maar het was ook, denk ik, de enorme passie om te repareren. Om dingen nieuw te maken of weer goed te maken. Om toch door te blijven gaan. Dus hij legde het niet neer. Maar hij heeft er alles aan gedaan om die kleine schroefjes in het montuur te doen van de bril. Kosten, nog moeite, werd gespaard. Alles werd eraan gedaan om die bril te maken. En datzelfde is eigenlijk vandaag, bij Goede Vrijdag zo. Christus heeft kosten nog moeite gespaard om onze rouw, onze pijn, onze gebrokenheid te repareren, te maken. En daarom klinkt daar voluit op Openbaring dat mooie woord. Hij zegt: ik, Christus, maak alle dingen nieuw. Dat is de passie van God. Dat is Gods hartenklop. Dat is de liefdestaal van God, dingen maken. Zoals ook Jan dat had. De liefdestaal om het niet bij te laten, bij de gebrokenheid. Het niet te laten bij rouw. Het niet te laten bij dingen die niet kloppen. Maar dat enorme verlangen om te maken, te repareren. En dat het weer goed is, dat het weer loopt. Dat het weer toekomst is.
Dat je weer kan leven. Net als in een huis, dat je ervan kan genieten. Dat is God. Dat is God. Hij maakt. En dat klinkt ook hier. Na al die ellende die in de wereld geweest is. Al de chaosmachten. Kwaad. Onze dwarsigheid. Dat God zegt, ik ga iets nieuws beginnen. Ik ga iets nieuws maken. Er staat dan, zie, letterlijk, ik maak alle dingen nieuw. God is de maker. En wat bijzonder aan God is, wij maken dingen uit andere dingen. Uit andere grondstoffen, uit andere spullen. Of uit verf, of van een loodgieter gebruik je pijpen. Of als bij die bril gebruik je het montuur. Maar God die gaat iets maken uit wat er niet is. Of wat een echte chaosmacht is. En dat is God. Hij creëert, hij schept. En dat geeft ons toekomst. En daarom is het zo mooi om hier te zijn op Goede Vrijdag. Dat hij gaat maken. En wat maakt hij dan? Daarvoor wil ik naar drie kruiswoorden gaan. Heel kort. We gaan naar het Goede Vrijdag. En op Goede Vrijdag denken we aan dat Jezus lijdt. Aan het kruis. En hij is daar eigenlijk in een verlatenheid waarin niemand er is. En eigenlijk twee zijn er voor Jezus daar gekomen. Wel met een hartenklop voor Jezus. Het zijn Maria, de moeder van Jezus. En Johannes, de discipel die Jezus lief heeft. En ze staan daar en ze hebben hem lief. En dan spreekt Jezus tot hen. En hij zegt, vrouw, tegen zijn eigen moeder. Vrouw, zie uw zoon, tegen Johannes. En tegen Johannes zegt hij, Johannes, kijk, dat is je moeder. Kijk, vang haar op. Christus geeft zichzelf. Hij gaat helemaal door de diepe verlatenheid in, de chaosmachten, om ze te overwinnen, om de gebrokenheid die daarin ligt, heel te maken. En zo gaat hij iets nieuws beginnen. Door zelf de verlatenheid in te gaan, gaat hij mensen geven om elkaar heen. En zo worden hier Johannes en de Maria aan elkaar gekoppeld. Bij dat sterfbed eigenlijk van Jezus. In die moeite. En wat heb je elkaar nodig dan? Dat hebben we ook afgelopen week gezien. Hoe innig en hoe lief dat is. Hoe goed dat is. Als je elkaar aan kan vinden. Als je woorden kan delen. En zo zegt God ook. Ik neem je hand. Maria. En ik leg jouw hand. In het hand van Johannes. Zodat je verder kan. En zo wil God verder gaan. Woont hij onder mensen. Geeft hij mensen aan elkaar. Om het vol te houden. Een ander kruiswoord. Wat op Goede Vrijdag klinkt. Maar ook vandaag gelezen is. Is het prachtige woord. Het is volbracht. Het is geschied staat hier. Of aan het begin van een schepping. Het is goed. Het is gemaakt. Het is gecreëerd. Het is er. Het staat als een huis. Dit moest ik doen. En dat zag ik ook misschien in Jan. Hij kon niet rusten voordat het af was. En zo is het ook met God. Hij kon niet rusten voordat het af was. Hij was alleen maar bezig met het maken van de gebrokenheid. En daarom klinkt dat daar op Goede Vrijdag. En vandaag ook in de hemelse gewesten. En als Jezus terugkomt. Het is volbracht. Het is klaar. Het is goed zo. En dat is een moeilijk woord. Voor filmmakers. Of voor mensen die enorme idealen of dromen hebben. Want het kan altijd beter. Toch? Altijd. Je kunt nooit rusten. Maar nu rust Jan. In dat woord. Het is volbracht. Het is genoeg.
Omdat Jezus daar was. Jezus hem redde. Misschien wel ook wel van dat verlangen, dat altijd maar beter kan. En nu eindelijk die diepe rust. Dat het goed is. Alles wat niet gelukt is en wat wel gelukt is. Omdat het bij Jezus mag zijn. Omdat hij het volbracht heeft. Hij alles tot een goed einde heeft gebracht. Het is ten einde. In die handen van God. Het is goed zo. En dat was ook mooi in het gesprek met elkaar. In alle koppigheid ook. Alle liefde. Alle passie voor jullie. Ook om het beste eruit te halen. Maar ook de enorme liefde naar de gemeenschap toe. En de bereidheid om altijd te helpen. Dat we met elkaar zeiden. Het is goed. En hij heeft de wedloop van Jezus gelopen. Hij heeft Christus gevolgd. Het is volbracht. En dan het laatste woord. Misschien ook wel voor jullie. Want ik denk dat we allemaal wel dorsten naar gezien worden. Of een verlangen hebben dat onze honger wordt gestild. Of dat het goed is. We dorsten vaak naar rust of naar vrede. Zeker op dagen als deze. En dan, als Jezus eerst zegt, het is volbracht, dan zegt hij aan het kruis, mijn dorst, mijn dorst. Jezus heeft ook de droogte ervaren en de eenzaamheid en de pijn en ook de verlatenheid, de droogte, ook wat nu is, dat we zonder Jan moeten doen. God kent het. En daarom dat woord. Hier bij openbaringen. Omdat Jezus alle dorst gekend heeft. En het weggedragen heeft. Klinkt daar in openbaringen. 21 vers 7. Wie dorst heeft, kom maar. Ik zal je geven levend water. Een bron die niet ophoudt. Die gaat opborrelen. In je hart. Door de geest. Door God. Ik ben erbij. Ik ken je dorst. Ik wil met je meegaan. En dan op Goede Vrijdag, dan, als Jezus die woorden gesproken heeft en hij zijn tong vastzit aan zijn gehemelte. Dan krijgt hij nog wat water. Om vervolgens, door nieuwe krachten, zijn mond weer nat gemaakt, zijn lippen, zijn tong. Om met volle krachten nog één laatste woord te spreken. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is stervensgenade. Dat is genade als je bij God. Dat je het allemaal over mag geven. Dan ben je uiteindelijk echt overwonnen. En heel ons leven strijden we daartegen. Overwonnen worden door God. Afhankelijk zijn. Ons dorstlessen bij God. Maar dan mogen we ons gewonnen geven. En dat is eigenlijk het beste wat ons kan overkomen. En ik gun het jou ook. U. Dat je het mag weten. Je staat daar niet alleen. Bij het kruis. Bij de moeite. Maar je staat samen. En God is onder ons komen wonen. Hij is bij ons. Hij kent je. Hij weet van ons. Hij kent onze koppigheid. Hij kent onze tranen. Hij wist ze af. Hij weet van onze dood. Hij weet van onze rouw. Onze jammerklacht, moeite, strijd. Maar geeft een levensbron, een vreugde die niet meer ophoudt.
En dan zal het zijn, dan is het dat God alles in alles is geworden. En Jan is ons voorgegaan. Aan God is alle eer. Voor nu, tot altijd. Amen. Laten we samen God danken om wie hij is en ook samen voorbeden doen. Almachtige God, wat een vreugde mag het zijn dat we vandaag al iets mochten proeven van het feest dat komt. Als daar op Goede Vrijdag klinkt, het is volbracht. Dat er al iets al klinkt van de voleinding die in Christus gekomen is. Dat de dood er niet meer is. Geen jammerklacht meer zal zijn. Geen moeite en geen verdriet. Dat u alles nieuw maakt. Maar vandaag worden we ook die andere kant opgetrokken. Van gemis. Van verdriet.
En mogen we weten dat u naast ons staat. Dat u onze hand pakt. En de hand legt van de uwe. En van de reisgenoten om ons heen. U zorgt zelfs voor ons als u leidt. Hoe lief bent u? Hoe goed? Wat een liefdestaal spreekt u? En we danken u dat u steeds dingen nieuw maakt. Dat u ons helpt om daar onze ogen voor te openen. Dat u gaat creëren, gaat scheppen. En Jan mocht daar al iets van proeven in zijn leven. En van mocht getuigen. Hij wist van de lichtstad. Met paarlenpoorten. Van een fundament. Zo vast als een rots. En zo mag hij zich geborgen weten. Voor nu en altijd. Bij u. God, we danken u voor zijn leven. Voor wie hij was. Voor al zijn liefde. Voor zijn rechtvaardigheidsgevoel. Voor zijn trouw. Zijn loyaliteit. Voor alles wat hij betekende in het gezin. Voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Maar ook buiten en in gemeenschap. Hij was daar. En als kerk danken wij ook God voor al zijn passie. En zijn trouw om er te zijn. En dingen te maken. Vandaag blijven we hier. En wat kan het dubbel zijn. Zo. En we vragen u, God, wilt u ons dan de kracht geven? Dat we iets aan mogen proeven dat u onze hand pakt en ons meeneemt. Dat u onze dorst lest. Maar ook dat die pijn en die verlatenheid, die eenzaamheid ook gewoon er mag zijn vandaag. Wilt u ons helpen om ook kwetsbaar te zijn daarover. Pijn te delen, het gemis te delen. Want u kent onze wonden. En u was ook niet te moedig om het te zeggen hoe moeilijk het was aan het kruis. Toen u zei, mijn dorst, mijn dorst. God, zo willen wij u bidden, wilt u ons zo nabij zijn. Als we van hier gaan, als we naar huis gaan. Het zo leeg en moeilijk kan zijn. Zonder onze man, vader, schoonvader, opa. En wat zullen we hem als gemeente ook missen? Heere God, zo willen wij u bidden. Geef kracht. Geef uw nabijheid. En wees zo met ons. We danken u God voor de momenten die we gehad hebben. Voor de liederen die we mochten zingen. Vandaag. Waar iets weer teruggalmde. Van die keer dat Jan er ook zelf bij was. En het beaamde. Met zijn laatste wat hij in zich had. Ja. Groot is uw trouw. Aan u zij alle eer. Alle glorie. Voor nu tot altijd. Amen. Ik verzoek u om te gaan staan. Laat ons na het zingen van het lied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem van hier gaan, om ons ontslapen broeder Jan Purmer weg te dragen naar zijn laatste rustplaats. We geven Jan Purmer uit handen en leggen hem in de handen van de levende God. Thank you.
U mag nog even plaatsnemen. Nu we aan het einde zijn gekomen van deze dankdienst voor de heer Jan Purmer, mag ik u namens zijn vrouw Reini, hun zonen, schoondochters en kleinkinderen danken voor uw komst naar hier. Het is goed dat u er bent en fijn om dit afscheid met elkaar te delen. Ook mag ik bedanken dominee Van den Dol, de organist voor de muzikale begeleiding en alle medewerkers van de kerk voor het verzorgen van dit afscheid. We gaan Jan nu uitgeleide doen uit deze kerk en begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats. U allen bent uitgenodigd om mee te gaan en om na de woorden van de dominee een laatste groet te brengen bij Jan. Na de begrafenis bent u uitgenodigd in het verenigingsgebouw Irene voor een samenzijn waar u iets te drinken en te eten wordt aangeboden en waar voldoende tijd is om herinneringen met elkaar te delen. Ik wil u allen vragen buiten de kerk richting de begraafplaats een erehaag te vormen, waardoorheen Reini, de kinderen en kleinkinderen Jan zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats en waar u aan kunt sluiten in de stoet. Voor nu wil ik u vragen rustig te blijven zitten en te wachten op mijn aanwijzen. Dank u wel.